En dan is het eindelijk zover. De eerste bewoners van Living In krijgen de sleutel. Het is gelijk een komen en gaan van bewoners, verhuizers en bouwvakkers door de feestelijke ballonnenboog bij de entree. Ja, heel erg leuk. Ik vind het echt, je ziet ook dat mensen er echt aan toe zijn en dat snap ik ook wel. We hebben natuurlijk best wel wat hobbels gehad met betreft de stroom. De mensen zijn echt enthousiast over de appartementen, daar ben ik natuurlijk heel blij om. Daar zijn we zelf ook, maar dat is natuurlijk ook leuk als je mensen blij kunt maken met de sleutel en dat ze ook echt een wauw momentje even hebben. Voor mij is het nu eigenlijk voor het eerst dat ik echt alle bewoners ga ontmoeten. Daar heb ik heel lang op gewacht. Dit is wel heel waardevol en vind ik ook echt leuk dat ik iedereen echt persoonlijk uitgebreid kan spreken. Zo gaan zij ook een beeld van mij krijgen en zien ze ook dat ik, hoop ik dat ze zien dat ik ook echt toegankelijk ben. En ja, we moeten hier gewoon een keile gezellige omgeving van maken. En bij de familie van Gessel is het al gezellig. Je thuiszorg? Nee, niet de thuiszorg. Lekker aan het verhuizen? Ja, kom maar. Ja, lekker binnen. Wat wij zelf hebben kunnen meenemen, hebben we nou meegenomen. Linnenkasten. Ja, het is allemaal nog een beetje hectisch natuurlijk, maar dat heb je altijd met een verhuizing. En alles op zijn plek. En dat zal ongetwijfeld nog wel een keer veranderen. Hartstikke blij. We hebben hier al bijna een jaar op zitten wachten. En toen de uitstel kwam van, ja, we hebben geen stroom voor de openbare ruimtes. Ja, dan val je even in een diep gat. Het deed potverdorie nog langer in het oude huis wonen. Al met al is het een kwestie van indelen. En als het goed is, als we goed hebben gemeten, moet alles passen. De gordijnen worden dan morgen opgemeten. Maar ja, dat duurt nog een maand voordat je daadwerkelijk hangt. Dus we slapen nog even zonder gordijnen. Maar ja, inkijk heb je toch niet. En er valt aan mij niet zoveel te beleven als ik slaap. Dus. Een deur verder wordt vandaag al echt verhuisd. Hier komt de senior verhuizer via de verhuislift de eerste spullen brengen. Ja, goed. We hebben de lift kunnen plaatsen. Het is wel heel erg koud en een straffe wind. Maar het is gelukt. Dus voorbereidingen zijn goed. En nou is het een kwestie van inhuizen. Verhuizen met zoveel appartementen tegelijk brengt natuurlijk wel wat logistiek met zich mee. Maar de verhuizers stemmen dat onderling goed met elkaar af. En er is één verhuisploeg die gaat binnendoor via de lift. En wij gaan buitenom met een verhuislift. Dus je moet echt even goed kijken van wie is er aan de beurt en wie gaat in welk tijdslot verhuizen. Je kon kiezen uit drie tijdsloten, de ochtend, de middag of einde middag / avond. En dan de mensen hier van Living In hebben dat verder ingepland. En zo komt iedereen aan de beurt en heeft iedereen in ieder geval of plek in de ruimte in de lift of in ieder geval plek om te verhuizen. Wij zijn senior verhuizen, dus wij zijn anders dan reguliere verhuisbedrijven. Bij ons hangt alles, staat alles, werkt alles als we klaar zijn. Ja, wij adviseren altijd mensen om een plattegrondje te maken. Dus dat hebben ze ook gedaan in dit geval. En die hangt dan op de deur. De jongens die komen aanlopen en die zien, hé, daar moet het bed komen, daar moet de tafel komen. En hoe minder wij de klant hoeven te vragen, hoe prettiger dat voor de klant is. Oh, dit is een makkie. Er zit één zware bank tussen, maar verder is het een... Ja, is dit een goed klusje wat goed voorbereid is. En nu de eerste bewoners hun intrek nemen in Living In, is uitvoerder Erwin trots. Maar het werk zit er nog niet op. Ja, dit is eigenlijk het einddoel. We zijn gelukkig een heel eind gevorderd met de bouw. En zoals je ziet, de eerste inhuizingen die vinden al plaats. Dus ja, dan zijn wij weer blij. Een hoop stress is er geweest, vooral naar het einde toe. In de kerstvakantie zat er nog een afvoer verstopt. De hele kelder die was eigenlijk nog volgelopen met water. Ja, weet je, dat geeft voor ons als team zijn natuurlijk wel de nodige druk van het moet klaar. Weet je, mensen die zijn onderweg hier naartoe en je wilt toch zorgen dat ze eigenlijk op een goede manier in hun huis komen. Ook dat heeft het bouwteam weer snel kunnen oplossen. Maar er moet nog hard doorgewerkt worden.
Aan de ene kant is het natuurlijk heel leuk, zeg maar, als je de oplevering haalt. Hè, en die mensen ervaren dat ook als van een stukje wat af is en wat klaar is. En voor ons valt er natuurlijk een stukje van ons werkgebied af. Hè, en dus dat weer een nieuwe fase voor mensen die, nou ja, die zijn blij, die zijn gelukkig. En wij zitten eigenlijk nog in die eindsprint voor de rest van de woningen. Je moet eigenlijk voorstellen, de eerste 80 woningen die staan nu klaar voor ons. Hè, maar we moeten er nog steeds 120. Dus ja, dat is natuurlijk voor ons nog een behoorlijke uitdaging om ook die laatste op tijd klaar te hebben. Nou, het moment van trots en genieten, zeg maar, dat komt eigenlijk pas over een 10 weken. Weet je, vaak als je dan klaar bent, je zit nu vaak nog wel in de emotie van het werk, van de dingen die niet goed zijn gegaan. He, dat neem je vaak nog wel mee en dan zie je dat en dan denk je van, hé, jammer. He, en de ervaring is vaak wel, zeg maar, he, over een periode van een maand of twee, daarna begint dan pas echt het genieten en dan kom je hier en denk je van, oh ja, weet je, dat hebben we toch met ons allen gerealiseerd in een korte tijd, hè, met alle problemen die zijn geweest, dan kan je er iets makkelijker afstand van nemen als ja, nu nog. Want nu zit je soms toch nog vaak ja, er wel middenin.